Voor het eerst in de geschiedenis van de stad Amsterdam bestuurt de SP mee in het college. Nog nooit hebben ze dat gedaan. En het is een bijzonder college, want de SP, die socialistisch is, moet besturen met twee liberale partijen, de VVD en D66. De partij probeert zich staande te houden in dat college met twee wethouders, Laurens Ivens en Arjan Vliegendhart. En een van de twee is bij ons aangeschoven, meneer Vliegendhart, welkom bij Amstelpolis. Dankjewel. Um, ja, uh, we gaan het eigenlijk hebben over hoe het nu gaat in het college met de SP en met vooral met u. Ja. Ik ben bijna twee jaar, anderhalf jaar ruim kunnen we wel zeggen, nu wethouder. Ja. En, en uh, hoe bevalt het eigenlijk om uh, wethouder te zijn namens de SP voor Amsterdam? Ja, ik zeg altijd twee dingen. Het is één, mijn hard werken. Ja, maar het is ongelooflijk leuk. Uh, ik fiets elke dag uh, van, uh, van huis naar, uh, naar de Stopera of ergens anders heen, maar door je eigen stad fietsen en dan ook kunnen zien wat je mag doen, dat is hartstikke leuk. Dat ja. Dat zich is een geweldig beroep. Oké. Okay. Nou ja, goed, het bevalt dus goed. Maar uh, u zit dus uh, als socialist in een rechtscollege voor voor zou zou we zou kunnen zeggen. Uh, bevalt dat ook? Ik zit in een Amsterdams college. Amsterdams college. Met drie partijen uh, en, een, en een coalitieakkoord oh. waarbij ik mij waar ik me thuis bij voel. Ja. Uh, dus ik vind eigenlijk dat het een, een coalitieakkoord is waar ook veel van uh, het rood van de SP te zien is. Dus mm. ik voel me daar heel erg thuis en ik maak mij uh, niet elke dag zorgen over het feit dat we nou met de VVD en D66 ja. uh, deze stad mogen besturen. Sterker nog, ik vind het eigenlijk dat het heel goed gaat. Maar goed, de SP kwam tijdens de formatie in 2014 kwam de SP uh, wat later aangeschoven. Ja. In eerste instantie, evenwel toen in de wachtkamer met GroenLinks ging niet en volgens kwam SP erbij. Ja. En u werd informateur. Um, informateur zorgt ervoor voor de kijkers thuis dat uh, uh, er een soort van onderhandeling kan ontstaan, een soort van draagvlak komt onder partijen om samen uh, een coalitie aan ja, te gaan. Het is de kraamvrouw van een, van een, van een ja. coalitie. Um, maar de informateur werd wethouder. En mijn vraag is dan, heb je dan niet als informateur je eigen college gecreëerd en je eigen baan gecreëerd? Nee, want uiteindelijk bepaalt mijn partij uh, wie er als wethouders het college ingaan. En het is ook mijn partij die gevraagd heeft aan het eind van het proces van zou jij nou als wethouder willen instappen? Dat had volgens de SP ook een aantal voordelen. Namelijk, doordat je bij die formatie zo betrokken was, wist je wat er afgesproken was. Dus je weet waar je ja tegen uh, uh, zegt. Uh, dus in die zin, uh, met terugwerkende kracht ja, maar toen ik uh, instapte en toen ik gevraagd werd door uh, Lawrence ivens en uh, Jan Paternotte, uh, wist ik dat niet. En heb ik gewoon gezegd, dat wil ik graag doen. Maar je bent dus niet gevraagd door de partij, maar dus ook door Jan Paternotte van D66. Ja, uiteindelijk was het, ge, de uitkomst was uh, van, van, die, van het proces dat je zojuist schetste, waarbij de SP lange tijd als lelijk eentje aan de zijkant stond. Waarbij iedereen bezig was met elkaar te formeren. Uh, om er twee uh, informateurs te vragen: eentje van uh, SP Huizen en eentje van D66 Huizen, Roger van Bokstel, ja. namens D66. Dus ik werd toen uh, werd gebeld met de vraag of ik dat wilde doen. Duidelijk, het lelijke eentje waren jullie geen gewoon geen tweede keus. Nou ja, kijk, in de politiek heb je volgens mij heel weinig eerste en tweede keus, zoals je ook in de politiek heel weinig liefde hebt en heel veel verstandshuwelijken. Dus in die zin, uh, ja, wij denken dat wij gewoon aan het begin van de rit niet de meest waarschijnlijke uh, kandidaat waren. Dat waren uh, d 66 en GroenLinks, die samen met elkaar in gesprek gingen, ook een conceptakkoord maakten toen met de VVD gingen onderhandelen, uh, daar niet uitkwamen. En toen werd er opnieuw gekeken van nou, wie zouden we er nou bij moeten schuiven. En toen was eigenlijk de SP die als grote winnaar uh, eigenlijk aan de zijlijn had gestaan. Degene die uiteindelijk het mogelijk maakte dat deze stad bestuurd kon worden. Nou ja, jullie kregen 20 miljoen uh, voor armoede uiteindelijk in die uh, formatie. Mm -hmm. 20 miljoen uh, euro extra mm -hmm. om armoede te bestrijden. Of mensen die uh, aan de onderkant zitten, uh, minima om die uh, te helpen. Ja. Uh, ook iets waar de SP voor staat. Ja. Hoe krijg je dat nou voor elkaar bij de VVD? En dan moet er niet aankomen met ja er zijn compromissen en we hebben dit en dat. En dat geloof ik wel. Maar nou, ik denk de dat... VVD die denkt daar toch totaal anders over. Zoveel ja. geld naar minima. Ja, nou kijk, volgens mij zeg je terecht, in dat formatieproces is de SP laat A aangeschoven. Uh, en was daarom onze prijs ook relatief hoog. Mm -hmm. uh, dan Jullie we, waren nodig. We waren nodig. Uh, en ik denk dat die 20 miljoen is denk ik een belangrijk punt daarin. Maar er zit veel meer in, in het coalitieakkoord waar ik denk dat mijn partij bijzonder trots op is. Ook in mijn portefeuille. Uh, geld voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Uh, mensen mee laten doen. Uh, ervoor zorgen dat de sociale werkvoorziening nog een beetje op pijl blijft. Ik denk dat het echt dingen zijn die core business zijn van uh, de SP. Net als goede zorg. Amsterdam trekt extra geld uit voor de, voor de zorg. Ja. Voor Amsterdammers. En ook betaalbaar wonen. En daar mag mijn collega Ivens dan dag in dag uit invulling aan geven. Dus er was een coalitieakkoord waar we ook voor de SP wat te besturen was. Dat is ook de reden waarom we ja hebben gezegd. Nee, daar gaan we zo ook nog uh, verder naar kijken mm. van uh, wat nou uh, bereikt is mm -hmm. uh, door de SP of uh, door u in dit college. Uh, 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 maar het is dus eigenlijk gewoon: we kunnen dus wel concluderen, nou met de SP erbij, het was eigenlijk een moedje voor D66 en de VVD. Nou, kijk, wat je gezien hebt is dat de D60 en de VVD samen met GroenLinks hadden gesproken. Dat dat niks, ja, dat dat moet niks net werd al zijn. Uh, ja. Dus, dat, dus viel, er, viel er een partij af, wordt het maken van een meerderheid ook weer wat lastiger. Ja. Uh, en op het moment dat het al lastiger is, betekent dat degene die het moet doen uh, ook uh, wat meer mag vragen. Dat geldt natuurlijk vooral voor een partij. Nou daarover is denk ik ook gewoon, uh, als je een beetje rekent ook wel niet, dat is ook niet zo gek. Een partij die uiteindelijk ook met colleges op de linkerkant uh, uh, had, kunnen, had kunnen besturen, er was alleen geen linkse meerderheid in deze stad, uh, had, is dat natuurlijk wel lastiger en dan moet je ook daadwerkelijk... Kunnen laten zien aan je achterban dat het uitmaakt dat je meedoet. En is dat, dat is zo. Dat college zit er nu anderhalf jaar. Is dat een vriendenclub? Nou, volgens mij is het een, een, een team uh, van, van wethouders die ervoor zorgen dat we met elkaar wat ervan maken. Kijk, in het weekend ga ik uh, met mijn vrienden in, in de kroeg wat drinken. Dat zijn zelden collega-wethouders. Maar op het moment dat ik ze zie, uh, moet ik altijd toch wel ook denken van dit is een, uh, zijn collega's waar ik het samen mee moet doen. Maar jullie komen bij elkaar over de vloer. Uh, jullie, uh, jullie zijn gewoon één grote hechte vriendenclub geworden? Nee, want in de in de politiek heb je, heb je heel weinig heb je heel weinig vrienden. Uh, ik zei al een verstandshuwelijk. Dus je komt bij. Je, je komt ook wel eens bij, bij elkaar ja. over de vloer. Maar toch ook vooral omdat je met elkaar een klaar hebt. En dat gevoel leeft wel heel sterk. Ja. We zitten met elkaar in het college om Amsterdam net weer een stapje verder te brengen. Uh, ja. Een stukje socialer te maken. Ook een stukje uh, vrijzinniger zodat iedereen die in Amsterdam woont het ook goed naar zijn zin heeft. Oké. Okay. Nou ja, goed, we hebben een beetje research naar u gedaan. En als je dan kijkt naar Arjen Vliegendhart, dan zie je uh, politicoloog, geschiedenis gedaan, aan de vuur gestudeerd, vrouw, drie kinderen en gaat op vakantie in Noord-Holland. Ja, heel burgerlijk hè? Ja. Maar dat is ook wel weer mooi, toch? Ja, ik ben een gelukkig mens. Ja, ik maar we zitten hier in een stad van cosmopolieten. Ja. Mensen die allemaal... Bijvoorbeeld naar Argentinië reizen en naar China gaan en zo. En u, u blijft gewoon lekker rustig bij huis. Hoe komt dat? Nou, volgens mij in deze stad wonen ook gewoon heel veel mensen die ook graag ja, uh, naar, uh, dat naar de Noord-Hollandse kust gaan. Uh, en regelmatig op bakken uh, te vinden zijn. Dus in die zin uh, is onze stad heel divers. Ja. Maar de, deze stad herbergt ook een hele hoop gezinnen. Uh, met uh, ouders die jonge kinderen hebben... en die denken heel veel reizen is ook best wel heavy. Laat maar een beetje bij huis zoeken als het gaat om vakantie. Maar u heeft ooit in een interview van Vrij Nederland gezegd... dat het ook een beetje komt omdat uw partij gel pa geld aan de partij moet afstaan. Oh nee hoor. Nee, ik heb toen een keer schertsend gezegd... Dat gezet. is een salaris wat je dan krijgt... en dan moet er heel veel naar de partijkas van de SP. Ja, we hebben een afdragsregeling. Wij uh, hebben georganiseerde solidariteit. Not ook ook ja. in onze partij. Dat is ook iets waar ik best groot op ben. Mm -hmm. Onze partij heeft geen donateurs van buiten nodig... Mm. Hoe vraagt van onze leden een hele kleine uh, contributie? Omdat wij veel meer mensen die hebben die lid van onze partij zijn. Met een smalle beurs en linksom ja. of rechtsom moet het geld wel binnenkomen. Ja. En dan zijn het de grootverdieners in de partij. Uh, de wethouders en de Tweede Kamerleden. Die daar het gros voor aanleveren. Ja, maar goed, u, u zegt dus van nou, dat is, uh, hè, mijn, mijn leven is een beetje burgerlijk in die zin misschien. Of misschien leg ik u nu woorden in de mond. Hmm. Maar uh, wie is Arjan Vliegendhart nou in de notendop? Als de mensen u niet kennen. Dan je bent wethouder papa van drie kinderen papa van drie kinderen ja dat is toch ja. het eerste eerst, eerst wat ik ben oké okay. maar die papa van drie kinderen die groeide op in Noord-Holland ja. ja. in een predikantengezin ja predikantengezin uh, in Heerhugowaard wie een, is dat een predikantengezin in Heerhugowaard dat ken ik eigenlijk maar half want uh, nadat we een half jaar waren zijn we verhuisd toen zijn ja, we naar Oude Water gegaan moet verschuiven nee. hè? Ja, ja mijn vader kreeg gewoon een andere plek op mijn zesde ben ik naar de meer gekomen uh, en ben ik eigenlijk voor mijn doen Amsterdammer. Amsterdammer geworden. En dat is uh, in een gezin zoals dat met heel vaak is. Met drie kinderen voor uh, mijn moeder hard werken. Met al die mannen uh, uh, over de vloer. Er waren nog twee broers. Twee broertjes ah, okay. die allemaal relatief dicht op elkaar zaten. Dus dat was allemaal wel best een hecht span van... Uh, dus je bent opgegroeid in een flatje in de Belmer? Nee, 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 in de laagbouw. Lager. Ik kom uit Kantershof, de kleine K-buurt zoals dat dan uh, zou zo heten. Het staat er nog steeds, een van de weinige delen van de Bijlmermeer die er ook echt nog staat. Uh, daar groeiden we op, op een hofje. Uh, en daar had ik vriendjes. En dat, uh, mijn dag bestond eruit dat ik ochtends uh, naar school toe ging en s'middags ging ik voetballen op straat. Mm -hmm. Dat was ongeveer het idee. En tot mijn twaalfde had ik uh, grote hoop dat ik ooit Ajax 1 zou halen. Die hoop is langzaam eens niet vervlogen. Nou ja, en dan ben ik wethouder geworden. Ja, Dat nee, is ja, toch echt een B-keus? Uh, uh, dat, dat is een B-keus. Maar goed, het, waarschijnlijk heeft u het al vaker verteld. Maar uh, ik wil het toch weten. Je groeit op met een christelijke achtergrond. Mm. Een christelijk gezin neem ik uh. aan. Bidden voor het eten. Ja. Dat soort dingen. Uh, en dan kies je voor het socialisme. Ja. Waarom? Ja, ik, kom uit, ik kom niet alleen uit een christelijk nest. Ik kom ook uit een, uit een relatief links nest. Mm. Mijn ouders waren al, van huis uit ook al redelijk, redelijk links. Uh, en uiteindelijk ben ik in mijn politieke bewustwording, dat gebeurt zo ongeveer op het moment dat je naar de, naar de universiteit gaat. En toen was de oorlog in Kosovo het geval. Ja, 99. Kies je, 99, kies je partij. En toen koos ik voor de partij die zei van bommen op Kosovo, dat is niet de oplossing. En een partij die op straat te vinden was. En toen kwam je eigenlijk automatisch, kwam ik toen bij de, bij de SP. Ja, want de SP terecht. was pacifistisch in die jaren. Uh, wat betreft Kosovo, NAVO wilde de SP ook niet in. En nee, de SP was vooral realistisch en stelde vast dat je met bommen geen vrede kunt maken. En dat hebben we volgens mij juist in Kosovo gezien. Die hele Kosovo-oorlog en de nasleep daarvan leid, heeft nog steeds tot een ongelofelijke ja, vat aan conflicten geleid uh, in het voormalig Joegoslavië. Um, ik dacht van met bommen maak je, maak je, geen, maak je geen vrede. Uh, en dat vond de SP ook. Uh, dat is niet zozeer pacifistisch, maar vooral vanuit een soort uh, taxatie van hoe de wereldorde in elkaar zat. Dat was nee. ook een partij, dat sprak me bijzonder aan, die op straat te vinden was. En die mensen hielpen om uh, te klagen op het moment dat er iets misging, te helpen als het uh, dakgaten, of dakgoten lekte. Ja. En stem gaf aan mensen die anders niet zoveel stem hebben. Maar wacht even, Kosovo, om toch even een uitstapje te maken in dit gesprek. Ja. Daar is destijds ingegrepen omdat Milosevic daar bezig was met de etnische zuivering van de Albanese Kosovaren. Ja. Dan werden de Albanezen werden de bergen ingestuurd, die werden afgemaakt. Dat wilden we niet meer. Het Westen heeft op zijn manier ingegrepen. Ik kan zeggen wat je ja. wil erover. Ja. Ja, niemand vindt de oorlog fijn. Ik vind het ook niet fijn. Maar als ze het niet hadden gedaan, dan waren daar misschien wel honderdduizenden Albanese over de klis. Ja, had u dat gewild? Ja, dat is volgens mij wat Hans Achterhuis, de filosoof, ooit de politiek van de goede bedoelingen uh, 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 heeft genoemd: ja. namelijk dat je met de beste intenties een interventie pleegt. Maar dat je het idee van het uh, idealisme wat je hebt, niet door de zeef van het realisme laat gaan. En dan heb je aanverlegse effecten. Dus het gaat helemaal niet zo zitten omdat we Milosevic nou een fijne vent vinden. Nee, dat was, een, dat was een boef. En gelukkig uh, is hij uiteindelijk in Den Haag uh, beland. Maar uiteindelijk moet je altijd ook je idealen door een zeef van een, een reality check doen. En jezelf de vraag stellen, draagt dit nou bij tot een veiligere? een betere en een socialere wereld. Nou, mijn antwoord was nee. Ik denk ook dat geschiedenis laat zien mm -hmm. uh, dat, dat, dat dat terecht was. Dat heb je ook gezien rond de oorlog uh, in Irak, uh, waar we ook dachten met goede bedoelingen ja, te dat, interveneren. Ja, dat is weer een andere oorlog. Laten we het even, nog even hebben deze oorlog. Was u destijds als 19-jarige, 20-jarige van bewust, dat als, als we niet zouden ingrijpen, dat daar zoveel kosovaren zouden worden ja, afgeslacht? iedereen zag die beelden. Iedereen zag de beelden. U was u daarvan bewust ja, je en je toch was u je, tegen die ja. oorlog? Omdat je ook, ook als je ziet dat er onrecht gebeurt in deze wereld, ja. je kunt uh, beredeneren dat het ingrijpen met bommen uh, uit de lucht, ja. uh, die uiteindelijk ook heel veel mensen, mensen uh, treft, ook onschuldige burgers treft, mm -hmm. dat dat niet de oplossing was. Ja. Uh, en dat je daarmee eigenlijk het probleem vergroot in plaats van daadwerkelijk oppakt. Uh, en daarmee kon je dus ook zeggen, nee, deze bommen zijn niet de oplossing voor het probleem wat er ligt. Oké, okay. helder. Laten we doorgaan naar het volgende puntje, wat wel interessant is overigens. U bent daar nog steeds heel fel over al die nee? jaren na die Kosovo-oorlog. Uh, uh, maar uh, um, er, zi er zijn mensen die hebben gezegd, en we hebben mensen gesproken, die zeggen van nou, die, uh, meneer Vliegenthuart, dat is gewoon een SP-light hoor. Dat is niet zo'n radicalinkskie. Ja, die kennen u, me niet zo goed. Zien? Die kennen me niet zo goed. Nee, maar uh, hoe komt het dan dat verschillende mensen zeggen dat u een wat mildere vorm bent, wat minder recht in de leer van de SP? Volgens mij uh, heeft de SP... Uh... Geen, geen rechtenleer waar je okay. al dan niet in kunt passen. Kijk, de SP heeft drie uitgangspunten. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat zijn politieke idealen waar ik mij volledig uh, bij thuis voel. Waar ik me ook uh, de afgelopen jaren binnen mijn partij op verschillende plekken heb mogen inzetten. Dat, dat, gaat, dat gaat heel goed. Maar ik vind ook dat politiek naast dat je laat zien wat je vermag en wat je zou willen realiseren... ook de kunst is om compromissen te sluiten om dat, die idealen een stapje dichterbij mm -hmm te brengen en dat dat probeer ik ook gewoon in de praktijk te laten zien. En dat betekent ook dat je kijkt van wat is er nou vandaag haalbaar om morgen weer ietsje dichter bij die idealen ja. te zijn. Ja. Nou dat noemen sommige mensen pragmatisch. Uh, ik denk dat je dan volgens mij heel veel en heel concreet werkt aan je idealen. En dat is waar ik ook op afrekenbaar ben hier in het college. Maar ook toen ik eerste Kamerlid was. Ja. Nou ja dan laten we er een casusje uitpakken om te kijken naar uw beleid. Uh, ongeveer anderhalf jaar geleden vertrok Moreen van der Plicht, ja. een raadslid van de SP, die zei, dit wil ik niet. Namelijk dat mensen die in een uitkering zitten, vrijwillig al dan niet moesten werken voor de uitkering, ja. wat in uw beleidsportefeuille zit. Dat is toch wel een, uh, een verschil met wat u uh, moet doen, terwijl u allebei van dezelfde partij bent. En een partij heeft natuurlijk verschillen en mensen die verschillend denken. Maar misschien bedoelt men dat wel met dat u wat meer light bent. En misschien mevrouw van de plicht wat meer rechten in de leren. Of wat, wat meer. Ja, gewoon toch op het echte socialisme zou zitten. Ja, kijk, maar dan vind ik dat je de, de term echt socialisme ja. toch uh, wel, wel, wel erg uh, nauw, nauw definieert. Je zou zitten, hè? Ja, dus, zou uh, zitten. Dus, maar, ja. dus daar, daar ben ik het mee, niet mee eens. Dat laat onverlet dat ik. Het opstappen van Marleen van de Plicht van de dingen die ik de afgelopen twee jaar heb mogen meemaken, echt het meest verdrietig vind. Ja. Omdat ik altijd met Marleen van de Plicht ook het gevoel heb gehad dat we voor dezelfde dingen bezig waren. En dan kun je het inderdaad met elkaar oneens zijn over de weg waarheen je dat wil doen. Ik vind ook dat werken moet lonen, dat mensen die in de bijstand zitten geholpen moeten worden om daadwerkelijk betaald werk te, te vinden. En dat het ook in het beleid past. Om rekenschap te geven van het feit dat in Amsterdam het grote probleem is. Dat we meer mensen hebben die op zoek zijn naar werk. En dat we banen voor ze hebben. En dat is ook wat Marleen van der Plicht altijd heeft ge gezegd. En als je dat wil veranderen. Betekent dat dat je daar een plan voor moet maken. En dat ging Marleen uh, van der Plicht niet snel genoeg. En ja. uh, nou, dat, dat is natuurlijk haar volledige recht. Maar dat vind ik nog steeds iets wat ik bijzonder betreur. Omdat ik wel denk dat we de afgelopen twee jaar daar belangrijke stappen maar hebben van gezet. van de Plicht zei je ook dat de armoedeval uh, juist zou plaatsvinden. Als mensen juist hard moesten gaan werken voor dat kleine beetje geld. Nee, ja, kijk, volgens mij de armoedeval hebben we in Amsterdam juist door het Stop. oprekken van, ja. nou, van onze minima-voorzieningen uh, kunnen stoppen. Ja. Dus in die zin ben ik daar ook, ben ik ook groots op. Um, dat laat onverlet dat ik heel goed begrijp waar de opvattingen van Marleen van der Plicht uh, vandaan komen. Dat ik ook de idealen die erachter zitten ook volledig deel. Alleen dat we het niet met elkaar eens konden worden, dat is heel vervelend, over de weg die we, daarmee, die we daar moesten, naartoe moesten gaan. Spreek je van de, spreekt u mevrouw van der Plicht nog wel nee. eens? Nee, nee, de afgelopen tijd niet gedaan. Oh, Oké. Okay. Nou goed, over uh, spreken gesproken. 20 miljoen euro extra per jaar voor uh, de bestrijding van armoede... en het uh, creëren van werkgelegenheid. Dat is uh, wat u allemaal heeft gekregen. 20 miljoen euro extra. Uh, en hoe bestrijdt dit college dan die armoede met dat geld? Nou, ik vind het belangrijk om ervan uit te gaan... dat iedereen in Amsterdam mee moet kunnen doen. En dat de dikte van de portemonnee niet uitmaakt... of je als kind naar muziekles kunt. Ja. Uh, dat je als jongere huiswerk kan maken op een laptop. Dat je als ouderen je boodschappen kunt doen met het openbaar vervoer. Dus wat de basis is van uh, onze investering in, uh, in de bestrijding van armoede is het mogelijk maken dat mensen meedoen. En dat doen we op verschillende manieren. Uh, het, gaat, het OV is voor 65-plussers die een minimuminkomen hebben gratis uh, geworden. We hebben een kindpakket voor kinderen die opgroeien in gezinnen die het niet breed hebben, zodat ze ook een nieuwe winterjas kunnen hebben. Dat ze ook mee kunnen op schoolreisje. Dat ze ook lid kunnen worden van een... Sportclub, en we zorgen ervoor dat volwassenen uh, die bijvoorbeeld geen baan kunnen vinden, uh, in staat zijn om ook wel eens naar het museum te gaan, ook wel eens een concert kunnen, uh, kunnen meemaken, zodat ze ook volwaardig deel zijn aan, aan Amsterdam en ook de diversiteit die onze stad te bieden heeft daarvan kunnen genieten. Maar een criticus zou zeggen: Van nou, die meneer Vliegendhart, die deelt uh, cadeautjes uit. Dat zijn gewoon uh, dingetjes die de gemeente geeft, speeltjes aan mensen om naar het museum te kunnen gaan. Ja. Ik denk niet dat die meneer dan of mevrouw dat dan goed begrepen heeft, wat het leven van iemand die uh, een laag inkomen heeft betekent en wat sociale uitsluiting uh, betekent. Uh, ik ben erg geïnspireerd door het boek Schaarste, waarin twee Harvard-economen uitleggen wat het met mensen doet wanneer ze heel lang met weinig geld om, moet, uh, ja. om moeten gaan. En dat betekent dat hun uh, fysieke en hun geestelijke vermogens echt afnemen. Dat mensen die in schaarste leven ongezonder zijn, korter leven. En ook niet het potentieel uit hun leven halen wat er wel in zit. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat wij een stad hebben waar wij zeggen, iedereen moet alles eruit kunnen halen. En dat betekent ook dat je de basis op moet hebben. En die basis is breder dan dat je elke dag een boterham kunt eten. Tot die basis en voorwaardig meedoen hoort ook dat je af en toe naar een concert kan, kan gaan. Dat je kinderen naar de sportclub kunnen. En dat je als ouder ook kunt blijven reizen. Ik vind dat een vorm van beschaving waar ik trots op ben. Ja, ja, ja. U zegt ook echt gewoon heel duidelijk, we willen wat dat betreft aan verheffing doen ja dat is een ik vind ja verheffing is alweer zo'n groot woord ik vind beschaving vind ik een mooi een, een mooi woord wat is het verschil dan tussen het verheffen van mensen uh, en ze dat 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 geven waardoor ze zichzelf wat meer kunnen ontwikkelen ook intellectueel en beschaving waar zit daar het verschil in dat is niet dat is niet zo groot verschil een kwestie van woord ja. van, van woord van woordkeus ja. je bij bij thuis voelt. kijk verheffing heeft zo, heeft ook iets te maken van ik ga u nou eens even verheffen nee mensen ja. verheffen zichzelf ja, uh, uh, het idee van 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 echte verheffing is dat mensen dat ook zelf doen dus wat je doet is je stelt de mensen in staat om zichzelf uh, te verheffen je geeft ze de mogelijkheden je reikt ze de instrumenten aan uh, en die mensen kunnen het dan ook zelf en heel veel Amsterdammers zitten gewoon te wachten op die kans om zelf weer voorwaardig mee te kunnen doen. Ja. Uh, en dat vind ik heel belangrijk. Uw voorganger Freek Ossel, die werd ook wel de wethouder van armoede genoemd. Ja. Omdat de armoede in stand bleef, was de kritiek onder deze wethouder. Hoe ziet u dat bij uw uh, beleid? Hou je armoede niet zo in stand door mensen gewoon... Uh, ik begrijp de, 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 de incentive, hè? Mm. De, de insteek die is begrijpelijk. Maar hoe kun je die mensen ook echt uit de armoede krijgen op deze manier? Wat is dat... Wat zit daar achter? Hou je de armoede niet in stand op deze manier? Nee, de doel van, als het doel van de wethouder armoedebestrijding zou zijn om um, iedereen uit de armoede te trekken, dan zou je een heel raar idee hebben van wat lokale politiek vermag. Oké. Okay. Um, ik denk dat... Uh, uh, hoe Amsterdam zich uh, ontwikkelt en uh, hoeveel banen er zijn, veel meer te maken heeft met het conflict in, in de Oekraïne wijze van spreken. Dan uh, het beleid van het, van het college. Dat moeten we even uitleggen. Nou, het conflict in de Oekraïne waar Russen en Oekraïners tegenover elkaar staan, ja, de, wat, wat heeft de Amsterdamse uitkeringsrechten daaraan? Nou, en het heeft te maken met hoe de, hoe de wereld zich ontwikkeld, ja. uh, geopolitiek. geopolitiek, maar dat, dat heeft ook impact op de wereldeconomie. Dus ik, dat noem ik dan maar als een, als een voorbeeld. Of wat er in China gebeurt, dat heeft impact op de wereldeconomie. Wat er in Den Haag gebeurt, is denk ik daarin een heel belangrijke schakel... tussen wat er in de wereldeconomie gebeurt en hoe dat zich in Nederland vertaalt. Dus uh, investeert het kabinet wel of niet in werkgelegenheid? Mm -hmm. Kiezen ze ervoor om de huren te verhogen of om, de, om te verlagen? Verhoogt ze het eigen risico ja dan nee? Kijk, dat zijn allemaal gegevens waar je ook als stadbestuur heel weinig invloed heb, hebt en waar je binnen probeert om mensen volwaardig mee te laten. Uh, dus mee u te zegt, doen. ik moet, ik moet eigenlijk naar de pijpen dansen van het Rijk en naar de pijpen dansen van de wereld. Ik kan het verschil niet maken. Nee, ja, dan heeft u het niet goed begrepen. Oh, dan mag het uh, goed uh, ik dan, ik, ik dans niet, ik dans niet naar, ik dans niet naar de pijp. Maar ik ben me altijd wel heel bewust van de omstandigheden waarin ik mijn beleid mag maken. Hmm. Um, en die omstandigheden zijn niet altijd zoals je ze wil hebben. Ja. Dat laat onverlet, dat ik vind dat je dag in dag uit het beste ervan moet maken. De, uh, de riemen die je hebt. Die zijn niet goed, maar je moet er wel mee roeien. Uh, en ik ben er ook wel van de school dat je soms heel uh, veel tempo kunt maken... met ja. in onvolledig instrumentarium. En dat je ook dat werk het verschil kunt maken... voor hele concrete Amsterdammers die in problemen zitten. Dus u wil schaven en het verschil maken waar mogelijk? Nee, we maken het verschil. Daar waar we het kunnen. En we laten zien wat het zou betekenen... wanneer de SP ook op nationaal niveau zou kunnen besturen. Wat dat voor veel meer mensen in dit land en in deze stad zou kunnen betekenen. Nou, laten we even kijken. Ik heb hier... Uh, ...de cijfers van de aanpak van de jeugdwerkloosheid van u? Nou, dat is zo'n doorblik. Uh, uh, dat klopt. En u heeft het samen met het bedrijfsleven voor elkaar gekregen. Ja, ik vind het zo geweldig. Toen ik het plan lanceerde, schreef de Telegraaf... Ja. ...Vliegendhart wil de jeugdwerkloosheid bestrijden... ...door meer ambtenaren aan te nemen. Ja. Uh, en dat was niet bedoeld als compliment. Uh, maar ik, ik kon het goed hebben. Aan het eind van het jaar zien wij dat in Amsterdam... ...de jeugdwerkloosheid tegen de nationale trend in is gedaald. Dat wij 5400 jongeren naar school en naar werk hebben kunnen begeleiden. Natuurlijk hebben we daar in Amsterdam de mazzel gehad dat onze economie aantrekt. Maar ik denk wel dat je als jij jongeren aandacht geeft, dat je zorgt dat ze op een goede plek komen, daar, dat ze kunnen ontwikkelen, dat je dan het verschil maakt. Dat, dat geloof ik dat dat zou kunnen. Alleen daar zitten wel gesubsidieerde banen bij. Nee. Toch? Daar gooit Amsterdam toch ook geld tegenaan. Ja, Amsterdam investeert in jongeren zodat ze naar school toe kunnen. Ja, dan ja. kun je dan geld gooien. Ik vind dat heel goed besteed geld. Okay. Dat jongeren een goede opleiding hebben en daadwerkelijk ook aan het werk komen. Je zorgt ervoor dat jongeren begeleid worden naar een baan. Ja, die begeleiding kost geld. Mm -hmm. Maar jongeren aan de kant laten staan, kost nog veel meer geld. Uh, zeker op termijn. Uh, ik ben ongelooflijk trots dat we bijvoorbeeld 500 jongeren hebben kunnen vinden die zogenaamde spookjongeren waren. Jongeren die tussen het wal en het schip. Ja. Doordat wij mensen hadden die langs de huizen gingen, aanbelden en uh, gesprek aanknopten met jongeren. En zeiden van, goh, je zit nu thuis, je hebt uh, geen werk, je gaat niet naar school. Um, kunnen we jou helpen om je wat van het leven te maken? En wat je eigenlijk dan ziet, zijn dat die heel veel jongeren ongelooflijk blij zijn dat er nou eens iemand komt, interesse heeft en hem begeleidt richting school of richting werk. Dat is 5400 keer in Amsterdam gelukt. Nou, dat is iets waar ik groot zo ben. Nee, dat de, de, en vanuit uw inzicht kunt u dat ook gewoon zijn. Maar moet de overheid zich daar wel mee bezighouden? En dan gaat u nu natuurlijk zeggen, ja, maar dat is juist de mogelijkheid van de overheid en daar betalen we met z'n allen voor en noem maar op. Maar is het de taak van de overheid om mensen zo aan het handje te nemen? Ja, want ik denk, sterker nog, ik denk dat het, de overheid de samenleving een ongelofelijke dienst bewijst wanneer we dit doen. Kunt u dat staven met cijfers? Nou, dat staaf ik met het feit dat wij 5400 jongeren vooruit hebben geholpen richting school of richting werk. Ja. Dat is vooral voor die 5400 jongeren een geweldige prestatie. Die hebben weer perspectief op hun toekomst. Ja. Maar wij hebben de samenleving op termijn ook een ongelooflijke dienst bewezen. Want die 54 jongeren hebben geen uh, 500 jongeren. Ja, 5400 ja. jongeren hebben geen bijstandsuitkering nodig. Mensen die aan het werk zijn zijn over het algemeen gezonder. Dus we besparen op de gezondheidszorg. Uh, Jongeren die geen werk hebben, gaan sneller naar de criminaliteit. We sparen op uitgaven voor politie. Ja, en op die manier doen wij onze stad ja. een ongelooflijk plezier. Ik kan ja. het niet anders stellen. Nou ja, dat is prima. U bent heel optimistisch. Dat, 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 dat mag er ook zijn. Dat, nee, ik ben, ik ben realistisch. Ik ben realistisch. realistisch. Alle, onderzoek, alle onderzoeken laten zien dat dit een heel, een heel succesvolle aanpak is. Prima. We gaan, we gaan we zien over een paar jaar hoe het uiteindelijk uitpakt. Maar volgens nog kunt u dit in uw zak steken. Dat, dat ook zeker. Maar wat u ook heeft gedaan is geld reserveren voor mensen die geen koelkast meer kunnen betalen die kapot gaat. Ja. Kunnen vernieuwen wasmachine gas van huis. Dat is toch cadeautjes uitdelen. We hebben een persbericht van Notenbenen, de vvd jongerenclub gekregen die zei van ja, sorry maar. Sinterklaas meneer, meneer Bestaat. Bestaat, ja, ja, Sinterklaas, nou, ja, dat Bestaat, is een oude, ja. maar uh, 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 ja. die meneer van de SP die, die deelt gewoon koelkasten uit. Ja. Aan mensen die uh, eigenlijk gewoon moeten leren om zelf voor zichzelf te zorgen. Ja kijk, ik denk dat de JOVD het niet goed begrepen heeft. Uh, uh, want wat je doet hm. is dat je zorgt dat mensen gewoon in hun eerste primaire levensomstandigheden... Uh, uh, kunnen voorzien. En dat ze in staat worden gesteld om ook wat van hun leven te maken. Kijk, je kunt tegen mensen zeggen, u moet het allemaal zelf doen. En dat is ja. lange tijd ook het adagium geweest. Eigen kracht. Mensen moeten zichzelf... Uh, Zelfredzaamheid. Helpen. Zelfredzaamheid. Nee, ja. je ziet een hele hoop mensen ja, dat heel goed kunnen. Daar ben ik ook heel groots op. Die hebben dat allemaal niet nodig. Ja. Maar er is ook een groep die dat niet kan. En dan kun je tegen die groep twee dingen zeggen. Dan kun je ja. tegen die groep zeggen, uh, u moet het toch doen. En als het u niet lukt, pech gehad, dan uh, komen we met de politie oppakken als u de wet overtreedt. En u kunt naar de dokter gaan, uh, en dan, uh, uh, dan gaan we proberen u beter te maken. Of je kunt zeggen, nou weet je wat? Doordat wij die basis van die mensen uh, op orde brengen, dat zij weer wat kracht krijgen om in het leven zich zorg te maken waarover ze zich daadwerkelijk zorgen zouden moeten maken, We je uiteindelijk op termijn. Daar ben ik echt van overtuigd. De samenleving heel veel geld, zo omdat mensen uiteindelijk op kracht komen en daarmee voorwaardig mee kunnen doen. Helder verhaal, maar uh, men spreekt ook wel vanuit het Rijk over de participatiesamenleving. De overheid die zich meer terugtrekt ja. en die ervoor zorgt dat de mensen meer zelf moeten doen. En kijk, u kunt inderdaad zeggen van wij helpen deze mensen een primaire levensbehoefte, ja. dat ze het anders niet redden. Maar dat strookt toch niet met de participatiesamenleving die de overheid uh, voorstaat en die dus ook heel duidelijk wordt gecommuniceerd naar de mensen. Ik Zelfs ben, de koning heeft het gezegd. Ik ben geweldig, ik ben een ongelooflijk voorstander voor een samenleving waar iedereen meedoet. Maar ik ben niet voor een, voor een samenleving die de mentaliteit heeft van laat me waaien. Uh, en dat is ook een van de dingen waar ik ook uh, kritiek heb op het rijksbeleid. Ja. Kijk, het rijksbeleid spreekt van een participatiesamenleving. Maar ze bedoelt, we gaan bezuinigen op collectieve voorzieningen. Dat is heel iets anders. En als je daar een eerlijk verhaal over vertelt, dan denk ik dat er heel veel burgers ook zeggen, ja, ga maar weg. Dat zie je ook volgens mij op dit moment in de peilingen gebeuren. Waar ik van, uh, in geloof is, dat wij een samenleving hebben die solidair is. Waar mensen naar elkaar omzien. Maar net als dat je een huis uh, kunt bouwen en dan kunt zeggen, het staat er nu geweldig, we doen er niks meer aan, solidariteit vraagt ook onderhoud. En onderhoud is nodig dat, dat je dat ook daarin investeert. Maar in de peilingen gaan de mensen momenteel allemaal naar Wilders, naar de PVV. Ja. Naar populistisch rechts. Niet naar u. Nee, maar goed, de peilingen zijn, dat heb ik ook geleerd vanuit mijn politieke ervaring. Palingen. Uh, dus dat betekent dat eerst maar eens af te wachten is wat uiteindelijk van die peilingen bij de verkiezingen bewaarheid uh, blijkt te zijn. Maar ik begrijp heel goed dat heel veel Amsterdammers zorg hebben voor een heel snel veranderende, uh, veranderende wereld. Uh, en dat ze een beetje houvast zoeken. En dat bij de regering eigenlijk nauwelijks vinden. En ik denk dat juist die voorzieningen waar we het juist over hebben juist over hadden. Die mensen, dat hou vast Piet, waarmee ze in staat worden gesteld om daadwerkelijk weer meester te worden over hun eigen leven. Nog één vraag. Uh, er is een uh, onderbesteding uh, geweest van, uh, van het programma Meedoen Werk. Ja. Van 6,5 miljoen mm -hmm. euro. Geld wat niet is uitgegeven. Uh, het gaat niet goed met het overmaken van geld, het schuiven van geld vanuit de financiën in de gemeente Amsterdam. Uh, u heeft er vandaag uh, woensdag in de raad uh, met onder andere GroenLinks ook over uh, gebotst. Uh, 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 wat is hier aan de hand? Ja, wat je ziet is dat uh, die participatiesamenleving... Dus er blijft gewoon geld aan de hangen. Waar, 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 waar u het over had. Nee, er blijft geen geld aan de strijkstokken hangen. Laat u mij dat nou eens even uitleggen als, er, okay, als dat mag. laten we dat doen. Uh, kijk, wat je ziet is dat die overgang naar de participatiesamenleving best moeilijk is. Er zijn een hele hoop mensen waar die nu naar de gemeente moeten. En die de weg gewoon niet, nog niet goed kennen. Dus wat je ziet is dat het geld eigenlijk over de jaargrens heen... Wordt uitgegeven, dus niet in 2015, maar in 2016. Uh, en in die zin hebben we dus minder geld uitgegeven dan nou, we aanvankelijk hadden gedacht, of beter gezegd, we geven het geld later uit. Omdat okay. die mensen wel nu gevonden worden, maar dat het even duurt voordat je dat op een goede manier hebt georganiseerd. En dan ben ik ook socialist, dan zeg ik ook: je kunt je gulden maar of je euro maar één keer uitgeven. Dan moet je verstandig doen. Dus je moet dat niet overhaast doen. En het doel moet niet per definitie zijn om zo snel mogelijk van al je geld af te komen. Nee, je doel moet zijn om mensen volwaardig mee te laten doen. En dan moet je even zoeken wat het beste werkt. Nou, dat hebben we het afgelopen jaar gedaan. En je ziet op een hele hoop terreinen dat dat nog niet afgerond zit. Dat we de komende tijd er nog echt in moeten investeren. Maar dat we daarom ook het geld hebben klaarstaan. En het geld op gereserveerd houden. Om ervoor te zorgen dat de komende jaren mensen volwaardig mee kunnen doen. En ik denk dat GroenLinks dat ook vindt. GroenLinks is misschien alleen wat ongeduldiger als het gaat om het nu uitgeven van het geld. En daarna gaan bedenken over waar je dat dan het beste kunt doen. Nou, Daarover hebben we in de raad gedebatteerd. Uiteindelijk bleek de meerderheid van de raad het bij mij eens te zijn en ja, ik vind het gewoon niet. Dus het geld uh, wordt nog uitgegeven dit jaar. Maar goed, we zijn door de tijd heen. Ik dank u in ieder geval vriendelijk voor dit gesprek. Het is iets verhelderender geworden van wat u doet. En uh, we wensen u nog veel succes. Graag gedaan. Dank u wel.